Welkom bij deze video van kruidenwijs.be. Vandaag gaan we het hebben over curcuma dat gewonnen wordt uit de Indiase geelwortel. Dat leert ons het volgende. Curcuma is afkomstig uit Indië. Het is een tropische plant. Vandaag is Indië nog steeds de belangrijkste exporteur. Het zijn de wortels van curcuma die respectievelijk geschild, gekookt, gedroogd en gemalen worden tot het poeder dat we kennen. Curcuma heeft een prachtige, heldere gele tot oranje kleur. Het wordt niet alleen in de keuken gebruikt en in de geneeskunde, waar we het zo dadelijk zullen over hebben, maar ook in verf en in inkt als kleurstof. Het gebruik van curcuma is eeuwenoud. Het staat reeds vermeld in de Sanskritische geschriften duizenden jaren voor de start van onze jaartelling. Curcuma is nauw verwant met gember en safraan. Het heeft een duidelijk mild, bitter aroma. Het is een belangrijk bestanddeel van curry of curry, waaraan het zijn gele kleur geeft. In de cosmetica wordt het gebruikt als verzachtende huidcrème. Welke geneeskrachtige eigenschappen heeft curcuma? Traditioneel wordt het in India gebruikt voor wondverzorging en voor de behandeling van zweren. Curcuma is antiseptisch en werkt dus ontsmettend voor deze aandoeningen. Bovendien is curcuma rijk aan ijzer en werkt tegen ferriprieve anemie, dat is bloedarmoede door een tekort aan ijzer. Curcuma werkt ook ontstekingsremmend en is zo een natuurlijke pijnstiller. Wat ook al heel lang bekend is, is dat curcuma helpt bij spijsverteringsproblemen, voornamelijk dan darmproblemen en diarree. Curcuma zou ook helpen tegen kanker en Alzheimer, wat dat vandaag weer ter discussie staat. Alle geneeskrachtige eigenschappen samen maken dat curcuma goed is voor onze weerstand en algemene gezondheid. Het heeft een boost aan ons immuunsysteem. De voorbije jaren was er een enorme hype rond curcuma. Je kunt heel wat voedingssupplementen kopen op basis van dit specerij. Maar er zijn ook een aantal kritische kanttekeningen recent. Wanneer curcuma ingenomen wordt, gaat in het menselijke lichaam een en ander fout. De stof bindt zich niet aan eiwitten en zou deels afgebroken worden door het menselijke lichaam. Hoe kijken wij daarnaar? Wij zijn sowieso meer fan van verse inheemse kruiden die we lokaal kunnen telen. We zijn minder fan van voedingssupplementen, hoewel dat ook wel bijkomend kan genomen worden. Maar we geven dus de voorkeur aan inheemse kruiden die we zelf telen, zoals ajuin, look, peterselie, salie enzovoort. Voilà, tot zover deze video van kruidenwijs.be. Als je hem liked, klik dan gerust op het icoontje rechts onderaan op de video. En abonneer je ook op ons kanaal als je op de hoogte wilt blijven van onze video's. Bedankt om te kijken en tot de volgende keer.